Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een deel van het patroon van een jasje maken. En dit deel heet patroon A. Een abonnee heeft mij gevraagd om dit jasje mee te kijken of het of de onderkant te haken, of ze de onderkant kon haken. En dat gaan we vandaag doen. De onderkant van dit jasje, en dat is patroon A. Patroon C, dat is hier deze middenrand, die hebben we al uitgelegd, maar nu beginnen we met de onderrand van patroon A. En om dat te oefenen kan je 48 plus 3 opzetsteken, 51 steken op gaan zetten. En we beginnen met een losse, of met een lus bedoel ik. Dus we beginnen met een opzetlus en 48 plus 3 is 51 en dan beginnen we met 51 steken. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien en ik zie je terug als je 51 steken hebt. En ik heb nu 51 lossen en dit is echt om het patroon te oefenen hoor. Je zet in bij de eerste met een vaste en we gaan de hele toer, eerste toer is met alleen maar vaste. Dus je maakt een hele rij vaste en als je klaar bent hiermee op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu geëindigd op het einde van de eerste toer met alleen maar vaste en dan gaan we nu met 3 lossen omhoog en dan gaan we het werk weer keren. En dan gaan we 8 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan gaan we in de volgende. Een stokje, 3 lossen en weer een stokje in diezelfde steek. En dan gaan we weer 8 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8 en dan sla je 3 steken over, 1, 2, 3 en dan pak je die vierde, daar steek je in en dan gaan we hier weer 8 maken, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Dan ga je nog een stokje in de volgende steek, dan 3 lossen. En dan weer een stokje in diezelfde opening. Dus het komt neer op dat je eerst met een soort chevron gaat werken. Dus je gaat eerst, de eerste toer is de vaste en de tweede toer is 8 stokjes, 3 lossen en een stokje in hetzelfde stokje. Dan weer 8 stokjes en dan sla je er 3 over. Dan weer 8 stokjes en dan weer 3 lossen en 1 stokje in hetzelfde. En zo herhaal je toer 2. Dus ik zie je bij het einde weer terug. Ja. Ik zie je bij het einde van toer 2 weer terug. En we zijn geëindigd bij toer 2. Dus we doen nog even de laatste steek. En dan moet je zorgen dat je overal eigenlijk 9 stokjes hier hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We moeten er nog één. En die moeten we hierop zetten. 9, dan 3 stokjes of 3 lossen omhoog, dan keren we het werk en dan gaan we nu weer in elke steek een stokje zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nu komen we op 7 en dan gaan we weer 3 steken overslaan. 1, 2, 3 en in die vierde zetten we een stokje. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. En nu komen we uit op weer die V-stitch, zeg maar. Dit noem ik altijd de V-steek. En hier die 3 lossen. Dus we doen nog 1 stokje in die grote opening. Dan 3 lossen. En weer een stokje in die opening. En dan gaan we weer 7 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, kijk hoeveel dan we er nu hebben, plus deze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan kunnen we weer 3 overslaan, 1, 2, 3, en we zetten hem in de vierde steek. En zo maak je de hele toer weer af. Dus dit was toer 3 en we krijgen al echt, kijk als je hier nou kijkt, ik zal even de foto erbij zoeken, kan je het wel zien, ja, zo kan je het zien, dat je echt hier die chevron hebt. En zo ga je weer verder, gewoon, je telt gewoon door en zo maak je de hele toer af met 7 stokjes. En de ene chevron, als je gaat minderen, zeg maar, hier sla je er 3 steken over, dan zet je hem in de vierde. En in die andere, hier zet je in die V-steek nog een stokje, 3 lossen en een stokje. En dan zie ik je weer op het einde van de toer.
En we zijn weer bij het einde van toer 3. En nu gaan we weer naar met 3 lossen naar boven. De draad zit een beetje lastig. 3 lossen naar boven. En dan draai je je werk om. En dan gaan we nu aan toer 4 beginnen. En dan slaan we er 2 over. En dan gaan we weer stokjes maken. Tot we bij de chevron zijn. In elk stokje een stokje. En dan gaan we hierboven weer 1 stokje. 3 lossen. En een stokje weer. Oh, sorry, ik moet een stokje erin doen. Stokje erin. En dan weer een stokje op elk stokje. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. En we hadden er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaan we hier weer 1, 2, 3 steken overslaan. En in de vierde zetten we weer een stokje. En dan gaan we nu naar de 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 6 stokjes en dan steken we nog 1 stokje in de opening en dan 3 lossen en dan weer 1 stokje en dan weer op elk stokje een stokje en zo doen we deze chevron dus met 6 stokjes en 1 stokje hier in het midden, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 1 stokje in het midden en hieronder sla je er weer 3 over en dan zie ik je weer bij de volgende toer en we zijn weer geëindigd bij toer 4, nu gaan we naar toer 5 en ik zal even laten zien hoe het voorbeeldje is. We zijn nu dus bij toer. Deze moet je, hier moet je niet naar kijken naar deze toer, want die wordt straks omgedraaid en dan ga je eigenlijk die chevron vullen. Dus we zijn nu bij 1, 2, 3 en dan de begintoer 4 en we gaan nu naar de 5e toer. En die is anders hoor, dan, want nu gaan we die chevron vullen. Dus we gaan nu wel even het laatste stokje doen en 3 lossen omhoog en met die toer 6 gaan we dus die chevron zeg maar hier zoals het hier staat vullen en je begint hem te vullen, even deze weg leggen, dan kan je het goed zien, met 2 vaste en dan een half stokje, 2 halve stokjes, dan een gewoon stokje en dan ga je naar 2 dubbele en dan ga je naar een triangelstokje. Nou. Dus we hebben 3 lossen gedaan. Oh nee, dan moeten we natuurlijk nog maar 1 lossen, want we gaan nu van de bovenkant uit naar de punt werken.
Kijk, we gaan van de bovenkant naar de benedenpunt werken, dus we moeten nog maar één losse. Dan pakken we hier één vaste, insteken, doorhalen en een vaste. En dan moeten we hier op die triangel uit zien te komen. En die twee daarvoor zijn dubbele stokjes en dit zijn weer twee of één gewone stokje en dit zijn twee halve stokjes. Dus we pakken nu de draad om, insteken en een halve. En nog een keer draad om, insteken en een half stokje. Nu pakken we één gewoon stokje. En dan pakken we twee dubbele stokjes, dus twee keer de draad om de naald. En dus door twee en nog een keer door twee. Dan gaan we nog een keer twee keer de draad om de naald. Insteken, door twee, door twee, door twee. En de triangel, ja, ik noem hem zo omdat we nu door drie keer de draad moeten omslaan. Insteken, doorhalen, door twee, door twee, door twee. En ik kijk even hoe hoog hij genoeg is, dus we pakken hem gewoon meteen door. Dus de triangel pakken we de laatste drie. Maar we gaan hem daar ook nog een keer oefenen. Kijk, en dan heb je, zoals hier die bovenkant is, heb je die chiffon, zeg maar, recht gemaakt, zodat je straks dit patroon, dit is patroon A, dit is patroon C. Straks kan je patroon C hier weer op vastzetten of meteen door haken. Ja. Kijk, zo kan je het nog beter zien. Maar we gaan gewoon verder. Nu gaan we dus weer terug uit de punten in. Dus we pakken nu een, twee dubbele stokjes. Twee, twee, twee. En nog een dubbel stokje. En nu pakken we een gewoon stokje. En dan pakken we twee halve stokjes. En die sla je meteen door drie. En dan pakken we twee vaste. En dan zijn we weer omhoog aan het werken, maar dan blijft dit gewoon recht. Dan gaan we hier een vaste inzetten in die opening. En nog een vaste. En dan pakken we nu weer halve vaste. En dan gaan we even kijken hoe dat het hier is. Hier is dus die triangel. Dan gaan we twee dubbele stokjes, één gewoon stokje, twee halve. En dit is een vaste. Dus pakken nog een vaste. Dan gaan we twee halve stokjes. 1, 2. Dan een gewone, sorry, één gewone, dan twee dubbele, dus twee keer de draad om en in het midden komen we en dan pakken we een triangel en dan pakken we drie keer de draad om. Eén, twee. En ik doe de laatste drie lussen in één keer erdoor. Anders kom ik te hoog uit. En nu pak ik weer twee dubbele. Eén gewoon stokje. Twee halve stokjes, dus één. En dan ga ik nu twee vaste en dan twee halve vaste. 1, 2, die moet meteen zo. En dan komt het punt van, ja, hoe doe je dit hier? Nou, dan deze draad kan je en of je pakt patroon C hiervoor, dus dat je patroon C begint, die is al uitgelegd hier op de site,
En dan kan je hier dus, oh, ik ben nog niet op het eind, maar dat maakt niet uit, want je, dit is het principe van het patroon. En dan haak je dus 3 omhoog en dan kan je gewoon verder met patroon C, met je vest. Wil je deze onderkant, dan begin je weer aan een punt en je begint weer met deze uitleg. Dus dat is 2 vaste, 2 halve stokjes, 1 gewoon stokje, 2 dubbele stokjes en een triangel. Maar dan moet je wel je werk omdraaien. En dan begin je hier aan deze punt. Dit was weer Iedereen kan haken. Ik hoop dat je je abonneert, want er komen nog meer delen van dit jasje. En ik zou zeggen heel veel succes. Abonneer op de knop, op mijn foto en graag duim omhoog, zodat ja, dat vind ik ook leuk om, om positieve reacties te krijgen. Maar ja, je kan me ook altijd mailen als je vragen hebt en als je abonnee bent. En dankjewel voor het kijken.